Alright, dit is dus een soort schietgrap. Je komt niet omhoog. Oh, nee, dit gaat nog niet. Ja, ik kan het. Dit is op. Deze keer een niet alledaagse sport in clubgenoten. Schieten. Luchtgeweerschieten, wel te verstaan. En om deze foto uit 1992 gaat het allemaal. Hierop staat schietvereniging Oostendorp. Dat is een buurtschap uit de gemeente Elburg. En op deze foto staat één jongen die schoot 20 jaar lang de sterren van de hemel. Die. Ja, kom maar. Yes. Rijk hier, die is inmiddels 78 jaar oud en die verzamelt stoommachines. Een geweldige hobby. Daar ziet u straks een reportage van. En we hebben ook een reportage van Albert. Die was jarenlang de havenmeester van de gemeente Elburg. En die had zelfs een schietbaan in zijn eigen tuin. En om deze jongen gaat het allemaal. Dick Bosman. En je ziet dat hij veel jonger is dan de rest van de club. En dat wierp ook zijn vruchten af. Want hij werd maar liefst 23 keer Nederlands kampioen, Europees kampioen. En hij deed mee aan 2 Olympische Spelen. Ja. Ja, Dick was een hele spontane, leuke vent was dat. Ja, hij was ook altijd in voor een praatje. Niet dat hij alleen met de topschutters aan het praten was, maar ik kwam ook rustig bij ons. Een supervent. Het is echt heel sociaal, meedenkend, heel gedreven ook. Heel veel inzicht, slim. Heel gewoon, niet opdringerig. Ik denk, nou die altijd wel. Ik weet wel niet dat ze er ook niet van. Dick is gewoon een fantastisch fijn jongen om mee te trainen en ook om gezellig een glaasje bier mee te drinken. Dick is een goed mens, maar gedreven. Als schutter is hij denk ik heel geslepen. En met geslepen bedoel ik, hij weet hoe hij een tegenstander uit de tent kan lokken. Ja, zo'n drive, dat is geen eigenwijsheid, maar dat is gewoon als je iets voor ogen hebt wat je wil. In de eerste instantie wou hij beter worden als zijn vader. Dick zorgde altijd dat hij godschuwelijk scherp was als hij bij ons schoot. En dat Mieke hem beter. Aan de andere kant van de medaille, hij miek ons ook beter. Dick Bosman wordt in 1974 in Elburg geboren. Om 5:50 ochtends, om precies te zijn. In zijn jeugd is hij een aardig voetballertje. Maar met een vader die al op een WK schoot, raakt de jonge Dick ook al snel in de ban van het schieten. Als hij op zijn 14e eindelijk junior lid mag worden van schietvereniging Oosterdorp, blijkt dat hij talent heeft. Binnen het half jaar wordt hij Nederlands kampioen in zijn categorie en even later wordt Bosman opgenomen in het Nederlands juniorenteam. Na de NK-overwinningen volgen in 2000 de Olympische Spelen in Sydney, waar Bosman door materiaalpech niet goed presteert. Een jaar later wordt hij Europees kampioen in Spanje. Bij de volgende Spelen in Athene zijn de verwachtingen hoog gespannen. Bosman maakt ze door de grote druk niet waar en eindigt als 13e. Dick is inmiddels schietinstructeur bij de landmacht, maar als Defensie in 2010 bezuinigt op topsporters, komt er noodgedwongen een einde aan zijn profcarrière. Bosman is getrouwd met oudschutter Anne-Greet Stormorken en werkt momenteel als talentbegeleider bij Topsport Gelderland. Kijk eens, ik heb hier een prachtige foto. Geweldig. Leuk, hè? Oh, moet ik even kijken. Ja, dit ben jij. Ja. En dat valt wel heel erg op, want jij bent veel jonger dan de rest van je team. Weet je, toen ik begon, toen ging het heel snel. Dat komt natuurlijk door mijn vader. Er zit natuurlijk iets in de genen en er zit wat goede instructie in.
En dan, ja, dan, volgens mij ga je dat niet leuk vinden als oud lid. Als je al jaren lid bent, dan komt zo'n jong broekje en schiet je er binnen een paar weken vanaf. Ja. Hoe vind je het om straks iedereen weer te gaan zien? Nou, dus daar zijn er natuurlijk een paar die ik al heel lang niet meer gezien heb. Dit is een oud voorzitter, Mees Hazeleger. Dat zijn van die mensen die in een vereniging, op elke vereniging heb je er een paar van. Die horen bij het inventaris, zeggen ze dan zo mooi. Ja, dat is dus, weet je. Jan van Uden, dat is een hele belangrijke man. Ik hoop dat hij er vanavond is. Ik ken hem natuurlijk omdat ik vroeger als kind met zijn zoon soms speelde. Ja. En omdat hij in de bouw werkte, had hij een computer thuis. Dat kan ik me nog goed herinneren, van die cassettebandjes. Oh ja, zo'n Commodore 64. Ja, en daar waren wij met z'n tweeën aan het spelen. Dus dat is de relatie die ik uiteindelijk later... Ja, dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Leuk. Ja. Zullen we naar binnen? Ja. Het gebouw in? Dick, ik wil heel graag wat filmpjes aan je laten zien van je oude clubgenootjes. En het eerste filmpje wat ik je wil laten zien gaat over je eigen vader. Leuk. Over Albert. Leuk. Dit is Albert Bosman, oud-havenmeester van Elburg, biatleet en de vader van Dick Bosman. Ik had niks met boten. Maar ja goed, die klik die was er vanaf de eerste uur was die er. En na 5 jaar, toen mocht ik een beslissing nemen om door te gaan als de havenmeester. 21 jaar later ging Albert met pensioen. Dat was in het begin wel even wennen. In het begin wel, de eerste 3 maanden, dat geef ik eerlijk toe. En toen begon het lampje te branden. Albert, er is meer dan alleen maar werken. Zijn vrije tijd besteedt hij voor een groot deel aan sporten. Albert draait zijn hand niet om voor een halve marathon, meer of minder. Nou, afgeslapen is overdreven, maar ik mag het graag doen, 2-3 keer in de week een loopje doen. Ja, ik ben met pensioen. Wat wil je nog meer? Ik heb de tijd ervoor. Past precies bij mij, ik ben wat gedreven en dan kan ik me hier lekker in uiten. En als ik op de schietbaan sta of de biathlon thuis bij mijn eigen baan in de tuin, ja, dan ben ik mezelf. De biathlon is in Nederland een discipline die bestaat uit hardlopen en schieten. In feite een onnatuurlijke combinatie. Je komt met een hartslag van 140 tot 160 ben je aan het lopen. Je loopt een kilometer en dan moet je dus de laatste 100 meter moet je helemaal weer proberen te ontspannen. En je hartslag terugbrengen tussen de 100 en 120. Albert weet waarover hij praat. Zijn zoon heeft het schieten niet van een vreemde. In 1978 was voor de eerste keer mijn Nederlandse titel. En toen werd het internationaal tot 85. 6 keer EK, 1 keer WK in Caracas. En internationale wedstrijden. En dus leerde Dick de eerste kneepjes van het schuttersvak van zijn vader. Maar dat ging 2 jaar goed. En na die 2 jaar ging het helemaal mis. Privé niet natuurlijk, maar wel op de schietbaan. Want toen kwam je in de handen van de bondscoach Willy Hillen uit Winterswijk. Ja, en dat was een ander wereldje voor mij. En daar had ik natuurlijk wat moeite mee, want ik had hem gebracht naar die top toe. En op een gegeven moment, ik had geen inbreng meer. Nou, dat deed natuurlijk af en toe wel eens pijn. Die pijn is inmiddels al lang voorbij. Nu overheerst trots. Ja, natuurlijk. Natuurlijk ben je er trots op. Prachtig. Ja, geweldig. Hè? Die man die heeft echt plezier. Ja. Jarenlang keihard gewerkt. Heel vroeg begonnen met werken. Ik geloof op zijn 14e. Ja, en dan op een gegeven moment ben je klaar met werken. En hij zegt het ook. Hè? De eerste maanden kostte wel moeite. Nou, dat was ook wel zo. Hoor. En was jij zonder je vader ook gaan schieten, denk je? Nee. Nee, ik bedoel, hij trainde thuis. Als ik dus naar bed ging, dan ging hij trainen. Dan hoorde jij continu... Ja, ting. Van die schoten. Ting. De buren moeten ook volgens mij helemaal gek geworden zijn. Ja. En dan op een gegeven moment, weet je, je hebt wel eens van die avond, dan kun je gewoon niet, als kind kun je niet slapen. En dan ligt aan, stiekem lezen. En dan hoor je ting, ting. En dan was het stil. Oeh, hij is bijna klaar, dan moet ik licht uit doen. Nee. Anders, ja, anders hoor je naar beneden, licht uit! Toch wel. Leuk. Ja, dat zijn die oude herinneringen. Maar weet je, als mijn vader niet aan schietsport had gedaan, hadden wij hier nou niet gezeten. Daar ben ik van overtuigd. Is dit een goed idee? Ja. Schietbaan 13? Nou, zal ik je vertellen dat dit schietpunt, hier heb ik vroeger gestaan. Dus als jij nou kijkt, dan is dit het beeld wat ik vroeger ook zag. Toen hier stond je altijd in je eentje? Ja, veel wel. Hoeveel uren per week was jij hier? 10 tot 12 uur in de week.
gemiddeld. Ja. Dat was hem al. Dat ging snel. Ja. Ik verwacht een soort terugslag. Nee, helemaal niks. No. Nee, voelt helemaal, helemaal niks. Ja. Daar zit hij. Ja, dat ging niet goed. Ik heb mij ooit het doel gesteld om de beste van de wereld te worden. En op een gegeven moment heb ik tegen mezelf gezegd, maar hoe laat je dat nou zien? Het beste van de wereld zijn. 1 was Olympisch kampioen. 2, dat is 1 van die andere 3. Ja. Nou, een wereldrecord geëvenaard, dat is gelukt. En als je zo dichtbij je absolute droomdoel kunt komen, en dan terugkijkend, ja, het is me echt gelukt. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat in het begin al de spanning ontzettend groot was. Tot bijna het ondraaglijke toe. Er kwam een deken over me heen van spanning. En dat heb ik wel vaker op grote wedstrijden. En dat is ook goed, want van daaruit kun je presteren. Maar dit was vandaag te veel en ik kon er niet mee omgaan. Hoe ben je daarmee om leren gaan? Nou, dan kom je dus eigenlijk weer terug op wat in yoga gebruikt wordt en wat in de Chinese cultuur heel veel gebruikt wordt. Een soort meditatievorm waarbij je teruggaat naar een ontspanning met je buikademhaling. Je ademhalingsregulatie, waardoor je hartslag ook wat meer naar beneden gaat. Die oefeningen, dat is wel de basis. Het is niet de oplossing, want uiteindelijk is het ook een bepaalde denkpatroon die je bij jezelf binnen laat komen. Nog 2 schoten, oh, en ik kan winnen. Ja. Oké, daar moet ik dus nu even niet aan denken. Ik moet nu even denken, hoe deed ik dat ook alweer? En hoe heb jij dat geleerd? Nou ja, door A, daar veel over te lezen. Hoe doen anderen dat? En B, door heel veel met buitenlandse toppers daarover te praten. Ja. Omdat ik al wist, heel snel, als ik de beste van de wereld wil zijn, moet ik de kennis niet uit Nederland halen. Ik sta in een wedstrijd met een hartslag van 120 met stilstaan. En dat is wat adrenaline met je doet. Ja. En dat moet je er ook weer uit zien te krijgen, want ja, dat werkt niet. En hoe doe jij dat? Nou ja, dat is dus die ademcontrole, die mentale controle, de gedachtencontrole. Van het is niet zo erg wat ik aan het doen ben. En wat is nou zo'n gedachte die elke keer weer zo jouw hoofd in probeert te glippen? Waarvan je weer denkt, nee, je moet weg. Als ik maar geen negen schiet. Als ik maar geen negen schiet. Oh! Dan moet ik niet aan denken, hoe moet ik een 10 schieten en dan weer op het proces komen. Het gebeurt niet elke keer, hè? Dus ik kan het lang volhouden en dan komt hij in 1 keer. En dan moet je hem ook even laten komen. Veel mensen die willen hem meteen wegsturen, die gedachten. Laten we hem even rondzingen en dan moet je hem even de tijd geven. En dan ga je weer verder met waar je mee bezig bent. Leuk. Ja. Is een introductie van een onderwerp waar ik het zo meteen heel graag met je over wil hebben. Oké. Okay. Schot nummer 56. Ik stond op een derde plaats. Hoorde ik achteraf, want je ziet dat in de wedstrijd, zie je dat niet. Je weet niet wat de rest doet, dus je weet ook niet wat jij doet ten opzichte van de rest. Ja. De druk, zeg maar, die erop zit, er zit een soort veertje in. Een soort kantelmoment. Yeah. En die was helemaal weg. En schot 54 was, zeg maar, het eerste moment dat het zich echt openbaarde. En schot 56? Ja, toen was het, weet je, het werd steeds slechter. En bij schot 56, bedoel, ik leg aan en hij ging al vanzelf weg. Wat erg. Ja, dat en dan ben je dus niet klaar. Nee, dat heb je meegemaakt. Je bent niet klaar. Je zit niet in het midden en hij vliegt maar gewoon ergens naartoe. En wat gebeurt er op dat moment met jou? Teleurstelling, ja. Vanwege het feit dat ergens in dat hele proces heb ik dus een fout gemaakt. Ik ben degene die... Ander zou zeggen, ja, dit was mijn geweer. Ja, ik kan er niks aan doen. Nee, ja, maar goed, dat geweer is een dood stuk materiaal wat ook niks doet en wat onderhoud nodig heeft. En wat, weet je, als je dan terugkijkt, ja, dat is inderdaad te lang geleden. Ja, onwetendheid. Dat is de onervarenheid. En is dat iets wat je jezelf makkelijk vergeven hebt? Ja, heel makkelijk. Ik bedoel, ik heb het fout gedaan, is niet goed. Ik moet ervan leren en ik moet weer verder gaan. Ik heb heel veel fouten gemaakt in mijn carrière. En als je daarbij stil blijft staan, ja, dan ga je verzanden en dan word je ongelukkig. En jij bent iemand die dan hop als een blaadje omdraait. Ik denk, nou ja, goed. Nou ja, dat is een blaadje en het Holland Heinekenhuis heeft geholpen. Echt. Heel veel bier.
zes dagen in ieder geval niet op deze wereld geweest. Ja, nee, ik bedoel, dat is... En dat, ik heb meer sporters dat zien doen die teleurgesteld waren. En een jaar later word je, nog niet eens een half jaar later, Europees kampioen. De eerste ooit in mijn tak van sport in Nederland. Lekker weertje, jongens. Echt man, gelijk weer. Hé, Anne. Jij wordt gezien als een van de allergrootste mountainbike talenten die Nederland op dit moment heeft. Op welke manier word jij begeleid door Dick? Waar ik het meest aan heb en wat ik eigenlijk ook het allerleukste vind, is als hij vertelt over zijn ervaringen eigenlijk met de sport. En vooral het mentale stuk, want bij zijn sport natuurlijk ook erg belangrijk is. Kan je een voorbeeld geven van een moment dat jij dacht, oh, nu heb ik hem echt nodig. Nu moet ik Dick bellen. Nou, dat niet zozeer, maar het is wel grappig dat de laatste tijd, we hebben het er vorige week toevallig nog over gehad. Ik denk dat Dick mij vorig jaar of anderhalf jaar geleden het advies heeft gegeven van, nou, als je fulltime gaat fietsen, zorg dan dat je ook intellectueel, zeg maar, een uitdaging houdt. Ik deed studie geneeskunde, hij staat nu op pauze en ik ben alleen gaan fietsen. Ik heb dat een jaar volgehouden en ik had zoiets van, nou, alleen dat fietsen, dat... Mijn hoofd moet ook nog wat doen. Precies, precies. Ja, maar dat is gewoon heel anders. Ik had het heel druk en toen, ja, je bent wel druk met fietsen, maar je bent daar niet zoveel mee bezig als met een fulltime studie natuurlijk. En wat is nou iets waarvan jij denkt, shit man, als ik een Dick had gehad, dan had ik gehoopt dat ze me daarvoor hadden behoed. Nou, op dit moment is wat heel erg belangrijk is bij jonge toptalenten, is dat ze meer en beter met hun eigen lichaam bezig moeten zijn. Dat is eigenlijk veel belangrijker. En het gaat er niet zozeer om dat meteen nu al prestaties oplevert. Maar als je nu goed met je lichaam bezig bent, goede voeding, goede slaaprustverhouding, dat je regelmatig gewoon eens naar de sportarts gaat om je lichaam te laten checken. Dat heb ik vroeger dus niet gedaan. En ik ben ervan overtuigd dat ik daardoor eerder... Ja, die fulltime topsporter die je eigenlijk moet zijn. Hey, jij bent als schieter, heb jij ook veel gemountainbiked. Ja. Waarom was dat belangrijk? Mijn vader, die heeft mij vroeger geleerd dat lichaam en geest bij elkaar horen. En het schieten is puur een mentale sport en niet zozeer een fysieke sport. Ja. Maar dat die twee wel met elkaar in verbinding staan. En hij heeft me nooit echt gezegd van, nou ja, ga fietsen of ga hardlopen. Maar wees fysiek wel bezig. Ja, en als je hier in deze omgeving woont, de Veluwe, ja, dan is het een 1-2'tje. Dan is het echt geen straf om te fietsen natuurlijk. Dat is een 1-2'tje, ja. In hoeverre helpt het jou dat Dick jou dan aanspreekt of van, nou, je moet ook gewoon zorgen dat je mentaal actief blijft? Merkte dat in je fysieke prestaties? Ja, zeker als het minder zou gaan, zeg maar. Als je dan alleen maar met het fietsen bezig bent, denk ik dat je alleen maar in een spiraaltje terechtkomt en dat het... Fulltime fietsen misschien toch niet ideaal is, nee. Maar ik ken ook topsporters die zeggen van, oh heerlijk, de hele dag gewoon lekker bezig met mijn sport bezig zijn. En geen gezeik in mijn kop. Dus het is eigenlijk het advies wat je geeft is per sporter verschillend. Ja, absoluut. Ja, ja, mooi. Ja, dat is heel belangrijk. En Anne, gaan we jou zien op de Olympische Spelen? Ik hoop het. Ik durf nog geen ja te zeggen. Maar ja, ik ga er wel alles aan doen dat gaat gebeuren, ja. En ik voelde me net ongelooflijk trots dat ik, dus voor de eerste keer in mijn leven, dat ik met een wedstrijd mountainbiker dan mountainbiker ben geweest. Fijn. Ja, ik dus jij me... haalt er ook heel veel aan. Ja. Nou, ik vond dit echt, dat vond ik echt geweldig. Weet je, zo'n Sinterklaasspanning gevoel. Ja, echt. Lekker. En alleen denk ik, wow, waar heeft hij het over? Maar dat is echt. Het laatste filmpje dat ik je heel graag wil laten zien voordat je jouw clubgenootjes terugziet, gaat over Rijk. Nou, ik kwam hier een keertje voorbij en toen waren ze de dakgoot aan het schilderen. En die deuren stonden open. Ik denk, nou, ga eens even naar binnen. Nou, toen zag ik deze machine. Ik denk, nou, dat is hartstikke leuk. Dus toen heb ik gelijk gezegd, jongens, kan ik hier niet wat doen? Nou, zo is dat eigenlijk begonnen. Vuurtje stoken, water koken, wieltje draaien. Ja, het is heel simpel, maar het is leuk. Nou, het is een soort passie, hè. Kijk, hier heb je dus de draaidagen. Hij draait dus 6 zaterdagen per jaar. Dus dan moet hier hout worden ingestookt, want kolen zijn ontzettend duur.
En de aannemers hier in de buurt die brengen allemaal een afvalhout hier. Er wordt hier allemaal opgestookt, hoeven ze het ook niet naar de stort te brengen, kost het dus niets. In een gigantische oven? Ja, 8 meter lang is die, met 26 kuub water. Ik speelde vroeger, toen ik klein was, en mijn broer ook, in combinatie met een mechanodoos. Dan maakten we heistellingen, kranen, draaimolens en liet je dan lopen op een stoommachine. Zo ging dat vroeger. Maar bijvoorbeeld, ik snap het zelf niet hoe ik het heb gekund hoor. Maar dat heb ik vroeger zelf gemaakt hier. Ja, dat zou ik nou niet meer kunnen hoor. Wat is het pronkstuk van de verzameling? Dat is deze. Wat is de Fluisman? De Fluisman, ja, dat is prachtig. Dat zegt iedereen die dit ziet, hè. Die zegt wat is dat een mooie is. Fluisman was meer gedetailleerd dan Märklin. Want Märklin was echt voor kinderen om mee te spelen. En Fluisman was meer voor de hobbyist. Hè. Kunt u uitleggen wat er zo fascinerend is aan deze apparaten? Waterkokenergie. Dat is het leuke ervan. En dat is natuurlijk ouderwets. Er beweegt iets. Kan ik hem eruit halen? Einde verhaal. Geweldig. Wist jij überhaupt wat al jouw clubgenootjes, die natuurlijk veel ouder waren dan jij, wat hun bezighield in het dagelijks leven? Nee, totaal niet. Weet je, dit doet je weer beseffen dat je soms zo gefocust bent op één ding en dat je daardoor de rest van de wereld wel eens vergeet. Ik denk dat de kracht van een topsporter juist daarin zit. Ja. Dat hij zich kan focussen op dat ene ding. Egoïsme. Sportegoïsme. Geef het beestje. Ja, geef het een naam. Ja. Je hebt het nodig. Ik zie het om me heen bij topsporters, bij toptalenten zie ik het ook. Weet je, en degene die het niet halen, dan kun je achteraf ook zeggen van ja, misschien dat kleine stukje egoïsme is er dan niet. Maar goed is het niet. Ben je zenuwachtig? Sinterklaas, man. Ik vind het leuk. Fijn. Zullen we gaan? Ja, graag. Oké, kom. Clubgenootjes, mag ik een heel hard applaus voor Dick Bosman? Geweldig. Dan wil ik ooit nog eens een keer hier een drankje zouden doen. Er zijn er twee die eigenlijk echt gehoopt, Johan en Jan. Dat is alweer lang geleden. Ja. Ja, tijd niet gezien. Nee, dat is lang. Hoe is het met je? Hoe is het met je? Prima, Johan. Ja? Ja. Goed jou dan. Ja. Slechte mensen gaat altijd goed. Dus. Ja. Leuk dat je er bent. Hoe is het met jou? Ja, prima. Ja? Ja. Hey, Rijk, ik wist helemaal niet dat jij zo'n mooie hobby had. Nee, hè? Nee. 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 Heb je gezien? Ik heb het gezien, ja. Hoe is het, jongen? Goed, jongen. Ja. Goed. Doe me goed, jou met de zin. Ja, ik zie het aan je. Ja. De naam moet ik wel. Ik ben mooi. Ik ken weer, man. Ja. Mijn hobby was meer de wielrennen, hè? We zijn goed kijken, net. Ja. Ja, hè? Ik hoor net van Bedford in Canada. Maar dat wist ik helemaal niet. Maar jij bent boer? Echt waar, hè? Ja, ja. Mijn vader heeft natuurlijk altijd een hele belangrijke rol gespeeld. Maar mijn moeder was degene die zei, als je een droom hebt, dan moet je hem waarmaken. En dat is, weet je, dus je kunt wel aan één kant het gereedschap krijgen om iets te kunnen. Maar dat wat in jezelf zit, hè, dat oerinstinct, ja, dat was mijn moeder. Die jaagde dat aan, zeg maar. Die stookte dat vuurtje op. Fijn. Ja. Is dat iets wat je al eerder teruggehoord had? Van Dick? Nee. Dat is het eerste wat hij zegt. Ja, dat is leuk, hè? Ja. 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 Buiten dat hij een godschuwelijke goede sportman was, was het ook een heel fijn mens. En is hij nog steeds. En daarom vond ik het ook zo fijn om erbij te mogen zijn. Ja, er zijn er natuurlijk wel die nou ook hier nog lid zijn, dus die zie je regelmatig. Maar er zijn er ook al wel, die had ik misschien al wel 15 jaar niet meer gezien. Maar ik was verschrikkelijk verheugd op de uitnodiging. En mijn andere twee mede-compagnons, die waren ook heel erg, dat ze mochten komen. Dus ja, dat is heel leuk zo'n weerzien. Ik heb het prima naar mijn zin gehad. Erg leuk, ik heb Dick zien stralen en daar gaat het toch om. Jongens, houden jullie nog een beetje van elkaar? Jullie mogen een klein dichter, een beetje dichter bij elkaar. Wat dat zo, jongen? Ja, jullie zien er geweldig uit. Een paar jaar later. Are you there, Eugene? I
Hartstikke goed, dankjewel. Nou. Tot zover Dick Bosman bij schietvereniging Oostendorp. En volgende week stap ik de fiets op met oud-wielrenner Tristan Hofman. Tristan is zo'n 15 jaar prof geweest. Begon zijn wielercarrière bij wielervereniging De Stofwolk in Eibergen. En inmiddels is hij ploegleider bij de Tinco Saxo-ploeg. En juist ja, dat is de ploeg waar Alberto Contador ook rijdt. Tot volgende week.